studeer ook deja naga makandra, futaki over de vraagstukken naga sang, NPS in Worcester. We hebben een brief aan u gestuurd. We hebben u aangegeven dat net een half uur, drie kwartier geleden, dat we het liefst hadden gezien dat we meer tijd kregen om dit soort congressen voor te bereiden. En dat we in feite bijzondere congressen tot het minimum zouden moeten beperken om de democratie binnen de partij te kunnen bevorderen. We hebben uw voorstel aangehoord met betrekking tot de afvaardiging hier naartoe. Ik moet u zeggen dat wij conform de spelregels vastgelegd in het HR en in de statuten hebben gehandeld. Ik vraag u om de secretaris van Paramaribo toch even in de gelegenheid te stellen om het woord tot u te richten, zodat wij. Voorzitter, uw verzoek zullen wij niet kunnen honoreren. En als de secretaris het niet kan doen, zal ik het doen. De onafhankelijkheid en de zelfstandigheid van afdelingen is onder attack. U heeft een voorstel aan ons gedaan. En wij hebben conform de regels gehandeld. Voorzitter van het congres, partijgenoten, wij kunnen aan dit verzoek niet voldoen. En wij als Paramaribo bestuur zullen de vergadering verlaten. Wij stellen vast dat het afdelingsbestuur die een afvaardiging heeft samengesteld naar deze vergadering helaas niet langer wil deelnemen. De leden van het afdelingsbestuur zijn weggelopen. Wij betreuren dat bijzonder, omdat het onze overtuiging is dat de afdeling Paramaribo in dit verband van het congres, een bijdrage heeft te leveren. En wij begrijpen eigenlijk niet zo goed waar dat weglopen op gestoeld is. We begrijpen niet zo goed waar het protest van het afdelingsbestuur op gestoeld is. Maar ik geloof niet dat het zinvol zal zijn om daar te lang bij stil te blijven staan. We hebben met de onderafdelingen vergaderd. En om u door te geven, kort, wat er gebeurd is, er waren 24 onderafdelingen vertegenwoordigd. Van die 24 onderafdelingen hebben 22 gestemd voor een voorstel om de afvaardiging van afdeling Paramaribo te doen bestaan uit mevrouw Rosalind Daan als afgevaardigde en de heer Rudy Shin en mevrouw Antjes als plaatsvervangend afgevaardigde. Twee onderafdelingen hebben tegen dat voorstel gestemd. De uitslag is wat ons betreft duidelijk. 22 onderafdelingen voor
En we verwelkomen dan ook de afvaardiging van afdeling Paramaribo met als voortrekster mevrouw Rosaline Daan.